Mannen, gefeliciteerd. Prachtige overwinning. Debuut hier in Rotterdam als bondscoach. Wat zegt dit over kansen richting een WK verder op dit jaar? Ja, de weg naar het EK is natuurlijk nog lang. Er kan er van alles gebeuren. Willem is het beste voorbeeld ervan. Dus niet alleen de paarden moeten fit blijven, maar de ruiters moeten ook fit blijven. En volgende week hebben we Aken. Daar gaat een compleet nieuw team of andere paarden naartoe. Dan Knokke, dan Falsterbol. En dan zal bekend worden welke vijf ruiters naar Herning gaan. Maar is dit je sterkste team voor dit moment? Dat kan ik nog niet helemaal zeggen, want er zijn nog een paar die staan, ik denk, gelijkwaardig. Dus het is alleen maar positief. Dat zullen we afwachten wat het sterkste team gaat worden of is na de volgende wedstrijden. Maar ik ben heel blij dat de paarden zo goed fit zijn en de ruiters goed gereden hebben. En het resultaat was fantastisch. Ja, was het zeker. Wat vond jij van de entourage, het thuispubliek? Doet dat nog wat met je? Ja, het is altijd bijzonder om hier in Rotterdam... Prinses Beatrix is er altijd, dat vind ik altijd wel een eer. En dit nieuwe setup hier met de strodorp hier rechts was heel veel goede sfeer. Geluk gaat met het weer. Ja, en als je wint is het natuurlijk altijd mooi. Zo is het zeker. Wat is voor jou de volgende stop? Zoals het plan is doe ik hier nog. Dan zondag de grote prijs. Dan een week niks en dan Knokken. En dan moet ik kijken hoe de kaarten erbij liggen. Je hebt meerdere paarden op dit niveau, maar is dit jouw voornaamste troef richting het WK? Nou, ik heb in principe Grandorado TN en Highway TN. Het zijn beide paarden die dit niveau goed aankunnen en ook heel goed in vorm zijn. En we kijken gewoon verder parcours voor parcours en concours voor concours hoe ze zich verder ontwikkelen. Luxe probleem dus, want als we in Rotterdam zo afgetekend winnen, want het was een afgetekende overwinning... En je hebt dan nog keuzes over, dan ziet het er goed uit voor de Nederlandse springsport. Laten we hopen. Ik moet zeggen, in Rome waren we derde. Hadden we niet zoveel geluk. Hadden een paar ruitenfouten en liep het niet helemaal zo. Hadden we de wind echt niet in de rug. Waren we toch derde. St. Gallen in principe precies hetzelfde. Waren we tweede en nu winnen. Ja, super gevoel. Dus laten we deze plaats maar vasthouden. Goed begin is het halve werk. Op naar de rest. Zo is dat. Dankjewel.